schoppen. Vrede van de Rieper Himmerijs. Kom op, in de middelschop, de halve via de van de Jeren. En we gaan dan van de van de halve marathon worden. En we gaan natuurlijk ook gaan kijken naar de verschillende achtervallers. De ingang van de laatste ronde was dat 2 minuten 52. Op Pierre de Hertog, 3 minuten op Patra Max en Kenneth van der Wiesen. Ik weet dat zij helemaal geen salons. En ook hier hebben we nog 50% maat erop. Ze hoofd in het volle finale van haar gewonnen. En dan zit er tussen deze dingen 2. Dan kunnen we dan zeggen hier. Kijk, Felix, die heeft een wandel in zijn liter. De koning van de Belgische Telefoon. En de Kroonprins. Die wil zo volgens zou kunnen worden in de haai. Generaties naast elkaar in de wisselzone. En dan kan het een beetje worden. En geen van de twee zal willen toegeven. Dan kennen ze al twee de groepen. Alles op schema, Peter. Hier. Twee absolute tops. Hier, heb je gas teruggenomen op de einde? Ja, ik heb geprobeerd een tour om mee te gaan met Frederik en Pieter, maar dat was toch te hard voor mij. En dan in een tweede ronde wat gerecupereerd. En dan als Bart en Kenneth passeerden terug proberen volgen. Dat zit nog goed. Dat weet ik niet. Alles op schema, Katrien? Succes, hè? We zijn 10 kilometer verder in de halve marathon. En we krijgen twee grootheden van de Belgische triathlon. Pieter Himmerijk en Frederik van Lierden. Gaan ze er een showdown van maken tot op de streep. Hier gaat Axel Zeebroek. Alexe. Pas doublé. C'est bien. Je ziet Tusseland en Sonja. Volg ze dadelijk op de live op triathlon.be. Pieter Himmerijk op kop in het zwart. En dan in het groen-zwart erachteraan Frederik van Lierden. En dan mag iedereen hier onder de tribune, iedereen hier onder de piste, de handen omhoog zetten. Hij begint nu al te zwaaien. Hij gaat zijn allerlaatste ronde in. Frederik van Lierden in het spoor van Pieter Himmerijk. Wat een mooie kunstwet. Een mooie einde kan men zich niet voorstellen, denk ik. Schitterend gevecht tussen Pieter Himmerijk en Frederik van Lierden. Sophie. Laurens Roel, wat is dat? Pieter was eerst op de piste op. En dan Bart Arnhems. En Frederik van Lierden. De top 3 goed van haar nu. Twee grootheden die de absolute koning van de Belgische triathlon vormen laten in zijn afscheidswedstrijd. En dat wil winnen. En Pieter Himmerijk en Bart Arnouts. Wat een geweldig mooi gebaar. De omhelzing.
verrassingen. Ja, als je zo op kop hebt gezeten, zit je ook gewoon in mekaars bubbel. Geweldig. Wat een afscheid. De emoties bij Frey, bij Vincent, bij iedereen hier, denk ik. En daar komt de burgemeester met de bloementuil, maar ik denk eerst even de foto met de drie helden van vandaag. Met op drie maatjaren, maar ik zie dat twee Pieter Heemrijk en opeens Friedrich van Lierne! En dan is daar Don Helsing en die kussen van een vrouw die 23 jaar lang zijn carrière van dichtbij mee gemaakt heeft. Gerrit van der Wiesel pakt de vierde plaats en Simon Baden naar de plaats nummer 5. Als we het hebben over kroonprinsen, dan is het dit. Zeg maar misschien, ja, deze man de tweede en de derde in de kroonprinsen. Wat een race van de wedstrijd, van de wedstrijd ook van Bart Arnouds, man. Dank je wel. Ik zo snel teruggekomen. Ja, dit moet doen. Ik zei nog eens, Sam de was even om informatie te komen vandaag. Is er nog aan hoor? Ja. Ja, hij is er man. Ik zei, als dat nog terugkomt, dan zou ik wel heel straks zijn. En ook aan u bedankt. Ik had al veel voor de gedaan en ik had het. Iedereen ging uit. Fantastisch. Het gevoel dat ik had vandaag in de stad ook en nog. Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien in de Belgische triathlon langs de weg. En het was eigenlijk constant mensen, ja, en ook heel veel mensen dat ik ken. Echt kippenvel. Moesten bij bepaalde momenten echt zeggen tegen mezelf van focus, want anders ging al begin de rijden onderweg. Hoe was het om tussen een erehaag van Pieter Heemrijk en Bart Arnouds naar hier te komen? Dat is onvoorstelbaar, het respect dat die gasten voor jou hebben. Ja, absoluut. Voor mij hoefde ze dat zeker niet te doen, maar dat toont ook aan wat voor twee gentlemen ze aan het zijn. Die twee hadden duidelijk over, dat zijn wereldtoppers. Ik had het niet over en denk dat de rest achter mij ook niet over heeft. Dus, het is fijn geweest en ik denk dat het publiek wel genoten heeft van de strijd ook. Ja, fantastisch. En jij ook? Ja, ik heb je afgezien, maar ik heb er wel van. Een heel belangrijke vraag. Wat is de eerste taak op jouw takenlijstje van Sophie vanmorgen? De klusjes en S als ex-atleet? Nee, dat zal niet. Nee. Maar vanavond moet naar Focus WTV, dat is mijn eerste opdracht. En ondertussen vanavond denk ik met heel veel volk hier feest vieren? Absoluut, in de mate van het mogelijke, maar we zijn met een heel aantal genodigden. We kunnen straks allemaal samen eentje drinken. En er is zeker al een vat van mij dat je van gaan beginnen. Voilà, mogen we nog een keer horen, mede voor onze eeuwige